Yo, op kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video op mijn kanaal. En zoals jullie weten is het de allerlaatste video van Call of Duty Black Ops 3 op mijn kanaal. Wat niet een vaste serie is, maar gewoon een random potje lekker knallen een keertje. Want vanaf volgende week, als ik terugkom van vakantie, ga ik namelijk Call of Duty Black Ops 3 keer per week uploaden. En jullie, kijkers, gingen bepalen welke series ik moest doen. Dus laat me nog even weten welke serie ik moet gaan doen van Call of Duty Black Ops 3 op mijn kanaal. Want voor nu ben ik er gewoon lekker aan knallen nog. En als ik terugkom, dan wil ik series hebben. Dus laat me het even weten als jij een vette serie weet. Van, hey, doe bijvoorbeeld een Road to a Golden Gun. Of doe Road to Prestige, of weet ik veel. Wat voor series ook bestaan. Ook kopieer hem compleet van een andere dude, van een andere YouTuber. Maakt me echt geen reet uit. Als het een vette serie is, wil ik hem spelen. Oké. Op rot, hè? Assist. Oké, nou goed, kan ik mee leven, het assist. In ieder geval, laat me even weten wat voor serie jij wilt zien. Er mogen ook meerdere zijn, want ik doe het 3 keer per week. Dat is vet veel natuurlijk, 3 keer per week. Call of Duty 3 van mij en Black Ops 3. Dan kan ik in ieder geval vette series uitkiezen. Laat me even jouw mening weten welke je graag wilt zien. En ik speel dus Kill Confirmed. En, oh man, en ik ben nog noob, want mijn aim is super slecht. Als je de vorige video gezien hebt, leg ik het uit dat ik 3 weken niet gespeeld heb. En dat ik nu 2 video's op 1 dag opneem ervan. Maar het is nogal, ik ben nogal roestig. Ik heb gewoon lang niet gespeeld. Dat houdt in dat ik vet scheef ben. En ook weer een assist krijg in ieder geval. Nou ja, ik ben ook gered hoor, daar niet van. Maar jongen, ik kom gewoon niemand tegen. Kom op. Het is kill confirmed ook nog eens. Oké, ik heb er eentje dood. En dan weer een assist en ik ga zelf dood. En mijn coins worden opgepakt. Fuck het dak. Dit is niet zo goed. Dit gaat echt niet goed. Ja. Dit meen je niet! En dan weer diezelfde scumbag. Kill me gewoon nog een keer. Omdat ik gewoon in één keer invlieg en er niet zag in de eerste instantie. Hier met die coin. Oké, nou goed. We gaan proberen hem gewoon op te pakken weer. Want dit is natuurlijk niet de bedoeling hoe ik nu speel. Dit is echt best wel triest. Kom op, Nadeel. Ik kan beter als dit. Ik heb een killetje. Of was het weer een assist? Nee, dit was een kill. Dit was een kill. Oh, fuck off! Een scumbag in één keer op het hoekje. Oh, man. Die was ik eraan gekomen natuurlijk. Want dan zag ik me schieten. 2-3 ga ik ondertussen. Kom op, man. Dit potje is een beetje langzaam. Omdat ik gewoon niet zoveel mensen tegenkom. En als ik het tegenkom, kom ik ze heel kut tegen. Zoals deze. En deze, die gaat mij killen, denk ik. Ik pak gewoon een pistool erbij. Ik bescheid. Ik ga hem niet pakken. Nee. Oké. Kom op, teammates. Pak hem. Kom op, jongens. Pak hem. Ja, hij is dood. Oké, mooi. Eentje gaat hier komen. Ah! Demo splash. RCXD zie ik. Uh-oh. Oprotten met je RCXD, vuile klootzak. Ik wist dat je er zat gewoon. Hè? Ik heb hem. Oké, jongens. Het gaat niet slecht. Het gaat beter als net. Kom op. We kunnen dit. We hebben dit. UAV voor de boys. Uh-oh. Ah, nee. Kom op. Ik zit op een UAV in. En dan komt die gast hoekje om. Ah, man. Dat was wel even. Ik ben gewoon geshrekt. Gewoon echt kapot hard. Dat was echt dom van mij. Ik had moeten weten dat iemand aankwam. Hallo? What the fuck? Ik zag iemand op de UAV en ik zocht hem. Nee. Komt hij net hoekje. Kijk op de UAV. Komt hij net dat hoekje om. Ik heb echt. Als ik Call of Duty speel, ik heb zo vaak ongeluk, jongen. Ik denk van, joh. Joh, hoeveel ongeluk wil je hebben in een potje Call of Duty, man? Oprotten. Noob. Je bent nog slechter dan ik. Oprotten. Come on. I got this. Kom op. Het is gewoon even inkomen in Call of Duty. Oh, binnenkort ga ik het veel vaker spelen. Ga ik het 3 keer per week moeten uploaden. Dus dat betekent dat ik ook minimaal 3 keer per week ga moeten spelen. En dan moet ik een stuk beter denk ik erin als nu. Want nu is het echt treurig. Dit is echt triest hoe ik speel. Want ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Ik word altijd in mijn rug geknald. Ik zie mensen heel laat. Ik weet niet de hoekjes. Ik weet de headshot glitches niet. Het is allemaal heel moeilijk. Binnen tweeën. Ah, zie je? Zit hij daar te campen, die gozer. Ah, jongen. Het is echt... Ah, man, die campers, die Call of Duty, jongen. Ik was helemaal vergeten, joh. Ondertussen, want ik speel heel veel CSGO. Oh, man, en dan zit hij net. Ik voelde weer net het hoekje weer om. Echt, ik heb ongeluk. Het level is echt te hoog hoeveel ongeluk ik heb. Echt, dan kom ik het hoekje om. Meteen weer iemand die daar staat, toevallig. Kom op. Wauw, mijn aim gaat echt helemaal naar niks. Het is echt terug. Het is treurig. Maar hij zit weer te campen als een jootje. Als een jochie die fucking irritant zit. Gewoon te chillen. Hehe, ik heb een kill. Oké, ik heb nog een keer die, met goede één keer. Oké. Ah. Oké. Waar is die klote dichtbij is? Die zit hier. Ah, klote. Ik had geen gewoon die kill confirmed. Ging gewoon. Ik dacht, ik wil die kill gewoon confirmen. Dan heb ik die in ieder geval. Paf, opbokken. Ik heb er eentje gehit. Damn, that's cold ass
Oké, kom op. Boom, boom, boom. Nee, oké. Okay, misschien kan ik iemand knallen hier binnen met die fucking war machine van me. Is er daar iemand op het dak, denk ik? Kijk een vies camper dan. Kijk een vies camper dan. Oh nee, waar de fuck komt die dan weer vandaan? Oh, ik kijk één keer de andere kant op. En ja hoor, bats van bovenaf. Godverdomme, jongen. Ik dacht, die ga ik gewoon pakken, die ene die daar achter zit. Ik ga 10-11, jongens. Dat kan echt veel beter. Dit is echt triest. Maar check ook deze aim, jongen. Het staat echt helemaal nergens op. Oh, lekker. Ik heb een triple, bitch. Baby, een triple kill. En er zit iemand achterin te campen. Helemaal achterin bij hun. Die zit gewoon te campen. What the fuck? Nee. Oh, lekker. Ik dacht ik ben gered. Maar nee, hoor. Iemand achter het muurtje daar in het midden. Die mij weer doodschiet, jongen. Ik denk dat ik te veel aan het rushen ben. Ik ren te veel door het midden. Hopende dat ik iemand zie, zeg maar. Nou, ik ga proberen die kill confirmed te pakken. Oké. Hebbes. Oké, mooi. Hè? Net als vorige keer. Ik moet meteen, als ik een kill heb, moet je sliden. Weet ik. Want dan kan je namelijk hem snel weer peren. Zo dus. Je hebt een kill en je peert hem gewoon meteen. Want dan ben je er gewoon vanaf. Oké, get fucking wrecked. Nee! Kut, die tweede zat ik niet door. Die was te laat gezien. Dat was echt kloten. Anders heb ik daar een lekkere dubbel gepakt. What the fuck is dat? Hoezo? What the fuck gebeurde daar? What the fuck? Hij was ineens dood. Al mijn teammate hem geknald. Dat was gek. Daar schrok ik eventjes van. Maar goed, maar niet uit. We gaan goed, we gaan lekker. Ik ben een terugkeer aan het maken. Van 16-14. Come on. Ik ga niet mijn lekkerste gun pakken. Nee, weer gewoon. Doet die gast net het hoekje om. Oh, jongen. Fuck, man. Waarom is mijn score? Ik ging mijn score kijken voor jullie. En op dat moment komt die chappie in één keer tevoorschijn. Oprotten. Dat deed hij gewoon fucking sick, jongen. Die mensen die vliegen te kunnen schieten. Dat is zo lastig. Oprotten met je campende gedrag. Nee, komt er weer een tweede. Het hoekje op. Ik heb wel een double kill, zie je blijkbaar. Maar oh man, komt er weer een derde aan, zeg maar. Het is zo lastig af en toe dat Call of Duty, jongen. Oké, we hebben mijn kill geconfirmed. Dus dat is prima. Het gaat niet slecht. Het gaat beter. Het gaat beter. Ik stond in de min. Als het goed is, sta ik in de plus. En ik heb het confirmed zelfs. Dus dat is lekker. Kom op, jongen. Ik kan dit. Ah! Nee! Nog eentje. Fuck. Fuck, jongen. Fuck my life, man. Oh, dit is zo kut. Die gasten die overal vandaan komen. Oh, ik kijk even één keer die kant op, hè. En ik zie je gewoon. Nee, waar de fuck is die gast? Was die gast dat er boven zat? Ja, kut zo, hé. Mijn gun van alle kanten op. Die vloog eventjes omhoog. Nou, ik heb wel mijn kill teruggekregen. Dat is prima. Kill denied. Op rotte. Ik heb hem, de camper. Vuile boy. Kom op. Vuile bitch. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar ik dacht dat ik wou iets anders zeggen. Toch van, boy. Oké, dit is klote, hè. Destroyed clone. Oh, dat vind ik irritant. Die clone shit. En dan ga ik ook dood door dat ook. Oh, are you kidding me? Kill ik een clone. En dan ga ik dood door dat. Het is voor mij echt wennen aan die. Aan die wapens. Shizzle. Ja, kloten. Ben ik gewoon gekneeld vanuit de lucht. Oh, jongens. Het gaat echt niet lekker soms. Het is voor mij echt wennen aan die vliegende chappies nog. Kom op nou. Waar de fuck zit iedereen? Ja, hostile, you ain't being smart. Waar de fuck zitten ze? Weet je, daar ga ik net op. Dan ga ik nu weer rennen. En er zit er eentje in mijn rug. Watch me. 3. Ik zei het nog! Ik called het! Ik weet niet waar die zat. Huh, maar ik ging dat hoekje daarom. Oh, kijk hem daar zitten dan. Ik zit gewoon te wachten tot iemand komt. Wat een gast. Oprotten, die kutkop. Eindelijk heb ik weer een kill. Godsamme, jongen. Af en toe ga ik lekker en af en toe ga ik echt er eens dat ik helemaal inkakker. Dat ik gewoon geen kills meer vind en niemand code krijg. Op rotten. Yes. En weer een killer eentje. En weer meteen een tweede erbij, jongen. Oh, wat mijn ongeluk in Call of Duty is te erg. Op rotten met je kutcamera. Huppakee. Uh-oh. Ebbes. Come back. Your pancake. Your flip-flappity. What the fuck? En helaas, pindakaas. We hebben niet gewonnen. Maar. Ik had een hele slechte start. En uiteindelijk ging ik 26-22 met 14 confirms. Ik heb mezelf weer pakt. Ik heb 26 kills. Ik bedoel, dit is de meeste van de game samen met de tegenstanders. King Kong 0-1-0.
En die heeft smoked meer dan ik. Dus ik heb het niet eens slecht gedaan. Het voelde heel slecht aan, maar ik heb het niet heel erg slecht gespeeld of zo. Toch? Maar goed, in ieder geval mensen, laat me even weten wat voor serie jij graag wilt zien natuurlijk van Call of Duty Black Ops 3 op mijn kanaal. Want dan zou ik heel erg fijn vinden, kan ik het lezen, terug op van vakantie. Vind je Call of Duty Black Ops 3 gewoon een vette game? Wil je graag iets zien van Call of Duty Black Ops 3? Vond je het een leuke video? Doe dan een blauw duimpje achter omhoog. Als je het leuk vond, zie ik je graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken, later maar tot ziens. En natuurlijk, peace!